Nee, dit is geen negatief waar je naar kijkt. Het is een spel van licht en donker. Waar je schaduw verwacht, zie je licht, en waar licht zou moeten zijn, verschijnt een schaduw. In dit met olieverf in negatief geschilderde beeld zie je een jonge vrouw liggend op een oude matras die door de donkere contouren smoezelig en vuil lijkt. De vrouw is half ontbloot en heeft haar rokje opgestroopt om haar geslachtstil te laten zien. Haar blik lijkt naar binnen gekeerd. Ze ligt er vreugdeloos bij, apathisch. Rechts achter haar een gat in de muur, waarachter het onheilspellende licht schijnt van het blauwe uur, juist voor zonsopgang. Daarnaast het woord sper, dat met desper, wanhoop van doen lijkt te hebben. Links voor haar op de grond een blikje Coca-Cola en iets wat lijkt op een krekpijpje. Het is een indringend beeld dat op het eerste gezicht een voyeuristisch inzicht lijkt te geven in de donkere hoeken van het leven van een krekhoertje. Het laat de toeschouwer achter in ongemak. Dit schilderij van de Engelse kunstenaar Michael Kirkham is een voorbeeld van zijn werk dat bekend staat om het compromisloze karakter. Geschilderd vanuit de geest, die fantasie en werkelijkheid met elkaar vermengt, toont Kirkham zijn onderwerpen in ongemakkelijke houdingen alsof ze losgekoppeld zijn van de werkelijkheid of in de leegte van hun onbewustzijn zijn verzonken. Maar door het spel met licht en donker laat Kirkham ook de onverbiddelijkheid zien van het leven. Hij ontrafelt het en geeft de geheimen ervan prijs. Zoals in dit werk, dat toch ook compassie oproept, mededogen, omdat het laat zien dat niet iedereen is opgewassen tegen de ingewikkeldheid van het bestaan. Dit werk zonder titel van Michael Kirkham is ingebracht door Gerard Hofland van Galerie Gerard Hofland.